Dit is het Weerjournaal van donderdag 27 maart met vanavond onder meer levende kerststal terug in Weert en stationstunnel 5 weken dicht. Dames en heren, jongens en meisjes, goede avond. Bij een ongeval op de Ringbaan Noord is vanochtend een bestuurster van een personenauto licht gewond geraakt. Zij is met hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval op de Ringbaan Noord vond plaats ter hoogte van de Wiekendreef. Een bestuurster van de personenauto wilde vanaf de Molenakker linksaf de Ringbaan Noord oprijden, toen zij plots werd aangereden door een personenauto. Beide voertuigen kwamen in de berm tot stilstand. Omdat er in eerste instantie sprake was van een beknelling, werd ook de brandweer gealarmeerd, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. De bestuurster van een van de betrokken voertuigen klaagde na de botsing over last van haar nek en hoofd en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Weert krijgt weer een levende kerststal. Er liggen plannen om deze publiekstrekker te realiseren in het Franciscushuis op de Biest. Dinsdag 22 april gaat het Franciscushuis officieel open. Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt om het gebouw klaar te maken voor dat moment. Er wordt gepoetst, lampen vervangen, het dak wordt in orde gemaakt en geschilderd. Op termijn worden constructies gemaakt zodat alle kerkbanken er gemakkelijk uitgehaald en weer ingezet kunnen worden. Doelstelling van het Franciscushuis is om het gebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. En hierin is in het voortraject al een begin gemaakt. De huidige herstelwerkzaamheden worden zoveel mogelijk door leerlingen van het kwadrant uitgevoerd. Plannen voor het Franciscushuis zijn er genoeg. Vandaag vertelde eigenaar Thijs Hendricks ons dat de eerste plannen voor een levende kerststal vorm beginnen te krijgen. Jarenlang was het dé publiekstrekker in de Sint-Martinuskerk. Doordat de gewelven in de monumentale kerk aangetast werden door het levend vee, werd besloten om te stoppen met de kerststal. Het Franciscushuis gaat de jarenlange traditie weer voortzetten. En zoals het er nu uitziet, komt de levende kerststal dus weer terug in Weert. In het centrum van Weert wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe uitstraling. Over enkele weken nemen de ambtenaren het nieuwe stadhuis in gebruik en dan is die omgeving in ieder geval klaar. Maar voor het hele herinrichtingsproject klaar is, moeten we nog een aantal maanden door een hele zure appel bijten. De herinrichting stationsgebied, stadhuisgebied is in volle gang. Er is al ontzettend veel werk verricht. Zo gaat na het weekend Singel weer open aan de Driesveldlaan. Maar er staat daarna ook weer een ingrijpende gebeurtenis op de planning. En wel, de stationstunnel die gaat dicht en wel weer 5 tot 6 weken. De vraag aan Ivo Bouwens van Boekel Zeeland. Waarom en wat gaat er gebeuren? Ja, het is inderdaad op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Driesveldlaan en aan de Wilhelminasingel. Morgen, vrijdag, wordt daar de laatste asfaltlaag aangebracht en maandag de beleiding. En maandagavond gaan de Driesveldlaan en de Wilhelminasingel weer open. Dinsdag 1 april, en dat is geen 1 april grap, gaat de stationstunnel dicht voor 4 weken ongeveer, maar met een uitloop na 5 weken. Die afsluiting is nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zo komt er een nieuw riool en worden ook nieuwe gasleidingen en nieuwe kabels en leidingen aangebracht. Een nieuwe asfaltlaag en ook een nieuwe verkeersregelinstallatie. Om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, moeten we de stationstunnel helemaal afsluiten voor gemotoriseerd verkeer en ook voor fietsers. Het enige wat nog beschikbaar blijft, is het trottoir aan de stationzijde. Ondertussen, dat we dat uitvoeren, zijn we ook bezig in de parallelweg. En gaan we ook de fietsenstalling aanpakken. Maar deze blijft wel voor het grootste gedeelte beschikbaar voor het stallen van de fietsen. Maar dat betekent dus wel dat er op andere punten in Weert, omdat het een belangrijke ingang in en uitgang is van het centrum, toch wel knelpunten ontstaan. Ja, dat klopt inderdaad. Enkele maanden geleden hebben we al een keer de stationstunnel moeten afsluiten in verband met rioolwerkzaamheden in de Louis-Regoustraat. In feite is dit een vergelijkbare situatie. Er zullen omleidingsroutes worden ingesteld vanuit de invalswegen aan Weert, dat wil zeggen de Kazernelaan. Verkeer vanuit die kant wordt omgeleid via de ringbaan en de Stadsbrug. En verkeer vanuit de Parklaan en vanuit Bocholteweg worden omgeleid via de ringbaan en de Mazeikerweg en zo richting het centrum. Het is voornamelijk eigenlijk voor de fietsers, denk ik, die inderdaad hier naar het station gaan en met de trein verder reizen. Daar is de overlast, neem ik aan, het grootst voor.
Nou ja, in ieder geval is het zo dat de fietsers moeten afstappen als ze hier bij het stationstunnel aankomen om met de voet eventjes over het trottoir te lopen. En het is een smal trottoir en het is er ook altijd heel erg druk, dus dat is even dan behelpen. En als de tunnel weer open gaat, dan wordt het stationsplein aangepakt. Mogelijk een nog grotere operatie. Daarover in een volgend consumentenitem van Van Boekel Zeeland meer. Over enkele weken een update bij WeerTV met daarin onder andere een gesprek met de architect van het totale herinrichtingsplan. Vanaf 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij de gemeente neergelegd. Nederland gaat van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Gemeente moet zich hier goed op voorbereiden. De gemeente Leudal, Nederweert en Weert slaan de handen ineen en kwamen vandaag bij elkaar bij een bijeenkomst over de WMO. Voor deze bijeenkomst in het Baaksumerhof in Baaksum waren professionals in de zorg- en welzijnssector uitgenodigd. Met een groot deelnemersveld wilde de gemeente van gedachten wisselen over de nieuwe WMO. Er staan ons veel veranderingen te wachten. Gemeenten krijgen niet alleen te maken met meer verantwoordelijkheden, maar ook nog eens met bezuinigingen. Dit vraagt om nieuwe invullingen van het lokale sociale beleid, waarbij de nadruk ligt op mensen en niet op regelingen. Gemeenten kunnen dit niet alleen. Een goede samenwerking met inwoners, verenigingen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen is nodig. Leudal, Nederweert en Weert hebben besloten nauw samen te gaan werken. Het is de taak van de verantwoordelijke wethouders om de voorbereidingen te gaan treffen. En 2015 is er voordat je het erg in hebt. Dit weekend valt bij u een speciale editie van het WTV Magazine in de bus. Deze maand staat het blad namelijk heel in het teken van het megaspectakel Rochstekers de Legende, dat op 2 en 3 mei in Weert plaatsvindt. Maar liefst 48 pagina's telt deze maand het speciale WTV Magazine over Rochstekers de Legende. In het blad maakt u kennis met de personen die voor en achter de schermen betrokken zijn bij de musical die op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei in de open lucht wordt opgevoerd op de markt. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang en de musical moet één van de hoogtepunten worden tijdens het feestjaar Weert 600 jaar stad. In het hoofdstuk aandacht voor de twee hoofdrolspelers Leon Smolenaars en Wendy van Doren. Leon speelt de rol van Jan en Wendy vertolkt de rol van Mieke. Ook ligt in de 6 kartrekkers achter het project de totstandkoming van een musical aan u toe. Kunsthistoricus John van Kouteren vertelt het ware verhaal achter de legende en 3 Weerter dames kijken terug op de tijd dat zij op het podium stonden als Mieke. Ten slotte komen de Rochstekers nog aan het woord en vindt u meer informatie over de voorverkoopadressen en over het megaspectakel. Het speciale WTV Magazine Rochstekers de Legende valt dit weekend bij u in de bus. Zangeres en actrice Willeke Alberti gaf vanmiddag het eerste van 2 concerten voor cliënten van Stichting Land van Horne. Zij trad op in Zorgcentrum Hieronymus en bezorgde de senioren de middag van hun leven. Wie kent haar niet? Willeke Alberti. Al zo'n 50 jaar staat deze dame al in de spotlights. Al in 1963 scoorde zij met Spiegelbeeld haar eerste grote hit. Ook haar duetten met haar vader Willy Alberti zijn al onbekend. Alberti was ook regelmatig te zien als actrice op het Witte Doek en op tv. Vanmiddag trad ze in de mooie ambiance van de Paterskerk op voor cliënten van het zorgcentrum Hieronymus. Het optreden dat zo'n uur duurde werd mogelijk gemaakt dankzij het Nationaal Ouderenfonds en het Willeke Alberti Foundation. Deze stichting streeft ernaar zoveel mogelijk zieke kinderen, senioren, zieke en minder valide te helpen en hen uit hun dip te halen. En dat is haar vandaag in Weert in ieder geval gelukt. De aanwezigen genoten volop van de liedjes, warmte en betrokkenheid van de Nederlandse artiesten. Afloop van het concert nam Willeke Alberti nog de tijd om met enkele bewoners in gesprek te gaan.
Op 20 juni treedt ze op in zorgcentrum Rust en Rooi in Stramprooi. En het maandelijkse item van Bex IT Service gaan we dit keer met Bex IT naar het Muntheater. Voor een avond uit gaan we naar het Muntheater in Weert. Wat heeft Bex met het theater? Ja, wat heeft Bex met het theater? Dan kun je beter eigenlijk de vraag stellen, wat heeft Goudijn met het theater? Ik ben erg cultureel ingesteld. Ik vind het leuk om naar het theater te gaan. Wij zijn als Bex lid van Cubus. Toen Bex 50 jaar bestond, hebben wij het hele theater afgehuurd. Met onze relaties hier geweest. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel met theater, omdat wij hier de automatisering mogen verzorgen. Dat doen we al heel lang. En we gaan dus met de directeur Birgit van Eck in gesprek over hoe zij het nu ervaart, de dienstverlening die Bex hier neerzet. Precies, we zijn hier in het Muntheater, maar we staan hier op een plek die niet altijd voor iedereen zichtbaar is. Waar staan we hier? Nee, dat klopt. Dit is het domein van onze techniek. We staan nu op het zijtoneel. Dus als het publiek in de zaal zit, dan zitten we op het rechterzijtoneel. En ik vind het een hele mooie plek. Niet alleen omdat het publiek dit niet kan zien, maar met name dat hier eigenlijk de geschiedenis van al onze voorstellingen ophangt. En dat zijn allemaal requisieten uit voorstellingen die artiesten hier achterlaten. En zoals je kunt zien, is het al een behoorlijke verzameling. Ja, kun je eens wat benoemen bijvoorbeeld? Ja, wat ik heb net even bekeken wat ieder jaar terugkomt, zijn toch wel de requisieten van de Bonte Avonden. De gitaar, Camping Nudist daarboven, het Facebook-handje. Ja, het is gewoon ontzettend leuk om dit te zien. Dat is eigenlijk jullie eigen museumtje. Van de techniek met name. Dit is echt het domein van de techniek. Hier zitten ook onze collega's die de trekkerwand bedienen. En van hieruit komen de artiesten ook op. Ja, want we zitten nu ongeveer midden in het theaterseizoen. Hè? Kun je eens een beetje vertellen hoe het tot nu gaat? Ja, als ik kijk naar de kaartverkoop gaat het nog steeds hartstikke goed. We trekken toch ieder jaar weer meer bezoekers. En ik ben blij dat we een programmering hebben waar de mensen graag naartoe komen. Ik denk dat het ook heel belangrijke rol speelt dat jullie de regionale voorstellingen ook heel een grote rol geven. Ja, en ik moet ook eerlijk bekennen dat ik dat het leukste vind. Natuurlijk is het mooi als je een Theo Maas of een Joep van het Hek hier naartoe haalt. Maar waar ik zelf het meeste van geniet, is dat de regionale artiesten hier op de bühne staan. En we hebben dit seizoen nog een aantal voorstellingen van regionale artiesten in de planning. 1 tot en met 3 april hebben we het Van Horne Muziekgala, wat samen met het college dit jaar wordt georganiseerd. Natuurlijk komen ouders, familie, opa's en oma's. Maar ook als je niet de mensen kent die op deze scholen zitten, kom echt een keer kijken, want er staat enorm veel talent op de bühne. We hebben de première van de voorstelling van Jos Menne en Vrienden, die daarna de provincie ingaat. We hebben Jos van Doren, die ook nog komt. Kortom, er is nog van alles te zien. Ja, we zijn hier vandaag te gast met Bex. Kun je eens vertellen in hoeverre een Muntheater geautomatiseerd is? Ja, je kunt je al geen theater meer voorstellen zonder automatisering. Wat ik net al zei, het feit dat hier de trekkerwand wordt bediend, dat is een en al software en computer gestuurd. En als het gaat om de kaartverkoop bijvoorbeeld, bijna 60% gaat tegenwoordig via internet. Nou, daar heb je natuurlijk hardware bij nodig om dat allemaal in orde te maken. Dus de automatisering is voor ons ontzettend belangrijk. Ja, want daar hebben we het nog eventjes niet over gehad. Er komt er ook nog eens bij het Muntheater dat er veel meer mogelijk is dan alleen een theatervoorstelling. En dat staat eigenlijk daarin. Ja, ik hou dat boekje ook vast. Dat komt omdat ik hier heel trots op ben. Mijn collega's Madelon en Gonnie hebben dit boekje laten maken. Om bedrijven ook te laten zien dat we veel meer kunnen doen dan een zaal huren. We hebben inmiddels al grote feesten gehad in de foyer. Daar komt de zaal niet eens bij kijken. We hebben een huwelijk al voltrokken hier op de bühne. Dus vaak denken mensen er niet bij na. En dit boekje dat vertelt wat wij allemaal in de organisatie voor zakelijk bijeenkomsten kunnen organiseren. Ja, en dan gaat eigenlijk ook weer het zakelijke over in het theater. Dat heeft ook weer met Cubus gebeurt dat ook, hè? Ja, dat klopt. En Bex is ook lid van Cubus. Dus dat vind ik ook een hele mooie combinatie om zaken te doen met een bedrijf dat ook tegelijkertijd cultureel georiënteerd is. Dus dat sluit heel mooi op elkaar aan. Is de cirkel weer rond. Zeg, en jullie hebben voor die automatisering inderdaad de samenwerking opgezocht met Bex. Kun je daar nog wat over vertellen?
Ja, we hebben heel erg bewust voor Bex gekozen, omdat die aan de ene kant echte allround engineers in dienst hebben, maar tegelijkertijd ook de expertise. En een theater is natuurlijk een aparte organisatie en ze hebben echt maatwerk geleverd, of ze leveren maatwerk, als het gaat om specifieke vraagstukken bij een theater. En daarnaast hebben we een 24/7 contract met ze. Zoals ik er straks zei, het is heel belangrijk dat alles door blijft gaan. Dus op het moment dat het systeem plat ligt, dan hebben wij de 06-nummers van de engineers. Kunnen we ze bellen en ze zijn in no time hier en wordt het opgelost. Want de show must go on natuurlijk. De show must go on, zeer zeker. Goed, die 24/7, die wordt het steeds belangrijker in deze 24-uursmaatschappij voor veel bedrijven. Nou, voor de bedrijven die inderdaad 7 dagen 24 uur moeten opereren, waaronder je misschien het Munttheater kunt klassificeren, is het absoluut cruciaal dat ze dus altijd ondersteuning hebben. En dat je daardoor in staat bent om, zeg maar, de markt te bedienen. En BexIT Services is een bedrijf wat heel graag die eindverantwoordelijkheid wil en dus ook eigenlijk dag en nacht wil klaarstaan voor al onze relaties. En zeker bij zo'n schouwburg als deze, waar je met name in het weekend en in de avonduren mogelijk ondersteuning nodig hebt, staan wij direct beschikbaar. En daarom heet Bex ook, onze slogan heet Bex IT Services, altijd dichtbij.